Yo, gastrusjeer, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag een gloednieuwe video op het kanaal van Fish natuurlijk. En ik ben natuurlijk niet Fish, dat zien jullie meteen al. Ik ben natuurlijk een stuk knapper. Maar vandaag begin ik een gloednieuwe serie op het kanaal van Fish. En dat is Road to Life Infected DNA Bomb. Ik heb nog geen DNA Bomb gehaald, maar ik doe elk jaar een serie op mijn kanaal. Road to Life Infected, Moab, Campstrike en noem maar op. En ik heb ook al eens eerder een keer Infected op Fish kanaal geüpload toen Fish vast zat. En Fish vroeg van, wil jij een serie doen op mijn kanaal? En ik zei natuurlijk, ja graag, weet je. Want het is natuurlijk altijd leuk voor een kleinere YouTuber. Ik heb bijna 2200 abonnees om op een groot kanaal te uploaden. Dat is natuurlijk een kans die je niet zomaar moet laten liggen. En vandaar dat ik hier vandaag ben. En we beginnen op Recovery Infected. Ik heb al een paar poortjes Infected laatst gedaan. En ik kwam er toch wel achter dat het een stuk lastiger was. Het is natuurlijk ook een stuk lastiger om de DNA-bom te halen. De Moab had ik in 1 aflevering gehaald. De Campstrike had ik in 2 afleveringen gehaald. Op mijn eigen kanaal dan natuurlijk. En ik denk dat deze DNA-bom wel een stukje langer gaat duren. Ik heb laatst een 27 streak gehaald. Daar was Fish toevallig bij. Dat was met Fish, Paul en Team Dief, oftewel Jeff. En toen heb ik het bijna gehaald. Alleen ik moest het helaas choken en nu ga ik het proberen voor jullie in Infected. 1 keer per week komt dit online, als het goed is elke woensdag. Misschien dat het een keer op een andere dag is, maar dat hangt helemaal van Fish af, want ik stuur het natuurlijk op tijd in. Laat dan vast allemaal een blauw duimpje achter en let's go. En hopelijk gaan we niet meteen dood, want dat zou niet nice zijn. Wat ik wel altijd vind trouwens van Infected, laat ik het gewoon meteen maar even over Infected hebben. Is dat het natuurlijk, heel veel mensen denken natuurlijk, hij heet natuurlijk RushNL op YouTube, als jullie dat nog niet wisten. Dan, het staat natuurlijk ook in de beschrijving, maar dan denken mensen van, ja, waarom rush je niet in Infected? Die vraag heb ik wel eens gehad en dat is natuurlijk eigenlijk bijna onmogelijk. Want wat het is met Infected is dat je natuurlijk eigenlijk ergens moet gaan staan. Vooral hier zo is het heel lastig, omdat, ja, die gasten, die enemies, die kunnen springen als konijnen, zeg maar. En ja, links, rechts. En ze hebben natuurlijk dingen waar ze mee kunnen smijten. En noem het allemaal maar op. Ik weet niet precies wat ze hier allemaal hebben. En ze kunnen leaven bijvoorbeeld zoals nu. Ik ga trouwens ook 2 potjes per keer spelen. Maar als ze nu leaven dan maak ik er gewoon 3 van natuurlijk als niemand het wordt. Het is wel matig dat het meteen zo begint. Maar ik ga gewoon proberen om het zo snel mogelijk te halen. Ik heb een kill. Oh, dat is nieuw. Time extended. Of iemand heeft zelfmoord gepleegd. Oh, die gast had een kill gemaakt volgens mij. En die is nu ook meteen geliefd. Maar ja, dat is dus in ieder geval het geval. We hebben Exo Shield. We hebben een of ander raar geval. Waarvan ik niet weet wat het is. Het lijkt op een shock charge. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het is. Volgens mij is het een soort van Bouncing Betty-achtige shit. Als ik me niet vergis. Wat ik toen had gezien in ieder geval. En trouwens, als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie het achterlaten. Jullie kunt of via op Fish kanaal achterlaten. Of gewoon bij mij natuurlijk, maar ik lees gewoon alle comments. Ik lees het altijd, dus je kunt het ook gewoon op Fish kanaal achterlaten, dan lees ik het ook zeker. Ik word er helemaal gek van dat die gast daar zit te springen als een malle. Dat vind ik nogal, het is een chill geluid zeg maar niet als ze 50 naast je staan te springen, want dan word je er helemaal naar van. Er is er nog steeds maar 1, dat is niet zo nice. Oké, nou, laten we hem anders even een beetje gaan. Oh, damn. 1 kogel. Ja, jammer jongen. Ik moet ook vaker laden, want ik heb natuurlijk de Bulldog. Het is echt een matig apparaat om mee te werken. Het is echt een kut ding om het zo te zeggen. Het is dezelfde als Call of Duty Ghost. Dat wel. Maar op Call of Duty Ghost vond ik Infected ook altijd een stukje minder. Maar ze zeiden dat ze natuurlijk naar mensen gingen luisteren. De mensen die Advanced Warfare hebben gemaakt van Slashhammer. En hopelijk gaan ze dat echt doen. En hopelijk patchen ze dan ook wat aan Infected om het nog wat nicer te maken. Gewoon met meer wapens. Dat zou ik gewoon al meteen 300 keer leuker vinden. Want ik ben niet zo'n shotgun speler. Ik vind het dan ook wel echt saai om hier met een shotgun te spelen. En dat maakt het ook wel een tikkeltje lastiger. Voor mij. Persoonlijk dan, hè. Als niet echt shotgun speler. What the fuck? Oh. Ja, oké. Nou, dat is misschien niet zo heel chill. Dat ging al een stukje sneller dan dat ik had verwacht. Ik had het ook helemaal niet door. Maar dat is dus, zoals ik al zei,
nogal een nadeel. Maar in ieder geval, ik ga natuurlijk nog een lobby zoeken. Dit was sowieso niet mijn favoriete map. Heel veel mensen vinden dit een leuke map. Ik vind het echt een scheidmap. Ja, ik weet niet. Ik vind het kut dat die map gewoon in tweeën wordt gedeeld. Het is misschien leuk, wat verandering. Maar voor de rest, meh. Niet echt mijn ding. Ik ga een nieuwe map zoeken. Of een nieuwe match zoeken. En tot zometeen. Oké, nou, we hebben een nieuwe match gevonden en we spelen op Riot. En ik vind dat een hele leuke map, persoonlijk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Jullie kunnen natuurlijk achterlaten. Maar ik weet ook dat heel veel mensen het een kutmap vinden. Bijvoorbeeld Fish, die vindt het echt, volgens mij, echt een hele kutmap. Elke keer als we hem krijgen, dan wilde hij hem niet spelen. Dan zegt hij van, ja, vote voor die. Dus ja, we gaan dan zien wat het wordt. Hopelijk gaan we toch wel minimaal een 8 killstreak halen of zo. Dat zou toch wel leuk zijn, denk ik. Ben je natuurlijk weer met dit takkering. Helaas. Maar, oké. Let's go. Oké, laten we niet de eerste infector zijn. Dat lijkt me ook niet zo heel fijn. Dat heb ik ook nog wel eens gehad. We gaan hier op het dak kamperen. Kom eens even terug. 7 mensen. 1 op 7 kans dat een van... Ha. Lol. Oké, ik heb meteen de eerste kill. Had ik natuurlijk net ook. Liep niet goed af. Helaas. En ik denk dat de tip hier zo is om te springen. Dat viel me toen in ieder geval op. Natuurlijk de match van net. Kijk, dan ga je 2 om nog wat. Dat boeit natuurlijk geen zak, want uiteindelijk gaat het om. Het is live, het kan altijd een keer fout gaan. En ja, wie weet wordt het nu wel opeens een 200 streak, bij wijze van spreken. Het kan maar zo. Geen flauw idee wat dat is. Ik zie ook helemaal niks gebeuren. Oké. Okay. 3 killstreak. Dat is lekker natuurlijk. Hopelijk spant er niemand onder mij. Dat zou echt heel vervelend zijn. Oké. Okay, nou, we moeten gewoon een beetje blijven springen. Als die gast niet in de weg staat. We staan dus 3 om 0. Uh-oh. 4 om 0. Nog een tippie. Echt heerlijk veel herladen. En heel goed rondkijken. Ik denk dat gewoon, als je gewoon goed oplet. En goed herlaat. Dat je toch wel redelijk makkelijk op een hoge streak zou moeten komen. Ik vind infecten spelen meestal ook wel wat matige spelers. Nou, zoals ik al zei, op dit spel is het nogal soms lastig om veel kills te maken. Maar voor de rest zou ik toch wel, als ik naar mijn kwaliteit kijk op dit spel. Het is denk ik wel een van de Call of Duties waar ik toch wel redelijk goed in ben. Nou heb ik dat net echt behoorlijk goed laten zien natuurlijk. Met mijn prachtige... killstreak van 2 en toen ging ik dood. Dat is natuurlijk een matige eerste indruk dat jullie hadden. Oh. Oh. Een supply drop. 5 killstreak. Kijk, dat werkt best goed, toch? Kom dan, ik zit bij de laatste 4, dat in ieder geval. Kap eens eventjes. Die gast niet allemaal kills had. Nee! 7 killstreak. Ah, fuck. Dat is wel echt jammer. 7 killstreakie. Ik zat bij de laatste 2 volgens mij. Yep.
Ja, dat is jammer. Ja, dan moet je gewoon geluk hebben, weet je wel. Dat zei ik al. Ik denk ook niet dat ik het in de eerste 3 afleveringen of zo ga halen dit keer. Het is gewoon lastiger. Ze hebben het gewoon een lastige opgave gemaakt voor mensen om een DNA-bom te halen. Ik denk dat iedereen het tot nu toe wel met me eens is. Er zijn volgens mij 3 DNA-boms geüpload in Nederland op YouTube. Dus dat zegt toch wel wat, dat het best wel lastig is. Maar in ieder geval, 7-1. Laten we de score van net niet meetellen, want dat was echt gewoon matig. Nou, we zijn eerste geworden. Ja, we zijn eerste geworden. Laten we daar maar op houden. We hebben de meeste kills gemaakt. Dat is natuurlijk nice. Laten we nog gewoon even supply droppie openen. Dat vinden mensen meestal ook wel leuk om te zien. Wat ga ik er in godsnaam uitkrijgen? Please, geef me gewoon iets chills. Een bal of een mooie outfit. Ik krijg, als het laat, iets dat ik al had. Dus dat is niet zo chill. Nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Drop even allemaal een duimpje. Hopelijk vonden jullie de tweede gameplay toch wel een beetje nice nog. Voor de eerste keer 7-0 ging ik. Volgende aflevering gaan we minimaal de 10 halen. Ik beloof het. En hopelijk de 15. En misschien wel de DNA-bom. Wie weet, als we gewoon noobs tegen ons krijgen, kan alles gebeuren. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Drop dus even allemaal een blauw duimpje. Laat even een comment achter. Vergeet niet even mijn kanaal te checken. Het link staat in de beschrijving. En tot de volgende video. Of tot volgende week. Laat het van jou op is. En tot dan. Later. Yo.